بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامبير أفنى إن شاء الله، فسأنا إن شاء الله. أخذكم بسورة التكاثر. And it cares ذلك أوك نتيلك أبلت أب د دين دي بدنا درباية بخاط دس دي إرس كير يعني هذا إرس كير هذا بالنون الساكنة والتنوين. ديت كير هاف نوخ احكام الميم الساكنه درباي ان احكام الغنه دس ني خام اب الس اب ديز الما سام لاتي ان شاء الله ان شاء الله ليس خوان دور تو دات يا ارخ ستوب ان دان اسك يا اسك نيكس زغ ليس خوان دور يا اوكي اس خوت لا تخينا مات صوره الهكم والتكاثر اوب د موخليك فايزس دي كان اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر أعوذ بالله لا تبدا أعوذ ماكر أختن آفن This is also for everyone دي أعوذ بالله زخت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تب اتورت أعوذ أنيت أعوذ مار أعوذ يا أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بس تزافزة لا اسكت اسكت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر يا خد ما شاء الله خمر دور حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما شاء الله بارك الله فيك فزين هير ان انتل دينجا بفورويلد باي de eerste paar ayas, eerste drie ayas hebben we niks. Maar vanaf de vierde ayah, thumma kalla sawfa ta'lamun. Wat zie je daar? Voor een van de ahkam die we al hebben gehad. Al-ghunna op al-mim shadda. Heel goed, ja. We hebben daar een mim met een shadda bij thumma. En bij een mim met een shadda hoort altijd een ghunna. Daar is geen uitzondering bij. Er is altijd een ghunna bij. En wat voor ghunna? Wat is de lengte van die ghunna? Twee tellen. Twee tellen, inderdaad. Dus het is zoals je het hebt gereciteerd, was goed. Thumma, thumma kalla. Dan heb je dus een runna van twee tellen. En wat was een runna ook alweer? Een runna, zeg maar, ja, hoe leg je dat uit? Stoppen, zo, het vasthouden. Heel goed, ja. Niet echt vasthouden, maar ook niet stoppen. Maar een runna is een zanggeluid die uit je neus komt. Snap je? Oh, ja. Thumma. Als ik dit wegdoe, dan valt die runna weg eigenlijk. Ja, ja. Dus een deel die van de klank van de letter komt uit je mond. Een ander deel komt uit je neus. Dus dat is al runna. Probeer dus... zo hoor je die dat ook te beschrijven. Al runna is okay. Een deel van het geluid dat uit je neus komt. Niet het volledige geluid. Dus dat is belangrijk. Ja. Niet heel de letter komt uit je neus. Maar een deel van de letter komt uit je neus. Ja? Oké. Okay. Oké, en dan kella lo ta'lamun ilma al-yaqin. En bij ayah 6, la tarawunna al-jahim. Wat hebben we daar? Ook een runna. Doen een shadda. Noon met een shadda, heel goed. En dat is ook hetzelfde. Altijd standaard noon met een shadda heeft een runna van twee tellen. Ja. De volgende ayah 6. Ja, een vraag? Hebben we twee keer bij de limim en noon? Heel goed, ja. Daar precies hetzelfde. Hebben we net al gehad. En dan bij ayah 8, laatste ayah. De eerste twee woorden hebben we nog een keer twee keer al-ghunna. Ja. En dan hebben we tenwin al-idhar. En dan hebben we... Welke tenwin? Bij din, yawma idin. Yawma idin ani, idhar, heel goed. Idhar, want daarna komt? Al-ayn van haf al-halq.
Ja, عين حرف الحلق. Heel goed. En de eerste twee in die ayah van de gunna is thumma. Thumma la tus'aluna. Thumma. En dan la tus'aluna. En dan de laatste is wij en na'im. Toch? Ja. Inderdaad. Dan gaan we naar Surat al-Asr. Wil je ook even tussen deze twee surahs even de verbinding maken? Ja. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. والين دي ورا. Dit is één, maar we hebben er nog vijf te gaan. Ja, oké. Ja. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Oh, heb ik deze al gedaan? Ja, nu moet je sect overal, of tenminste al-waqf overal, dus alles. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ. Heel goed. En nu nog drie, zonder al-basmala. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَالْعَصْرِ. Te kort. Welke is dit? Sect? Te lang bedoel ik. Ja, dus, ik geen probleem. Als je niet tussen hebt geademd, dan wordt het gezien als sect. Oké. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر. Even kijken wat ik nog meer heb. De laatste. Je hebt nu een sect gehad. Een waqf gehad. En dan blijft er nog eentje. En dat heet? ثم وصل الجميع. Ja, waslul jamia, ahsant. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'imi wal 'asr. Heel goed, ja, ga maar door. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Heel goed, mashallah. Nou, deze sura is kort en makkelijk. We hebben niet heel veel te vermelden. Kun jij uit deze sura halen welke regels we al hebben gehad? Al-Ghunna op de eerste noon. Mm-hmm. En dan noon Sakina al-Ikhfa. Welk woord voor de luisteraar? Van inna. Ja, heel goed. En dan? En dan noon Sakina bij al-Insan. Wat doen we daar? Al-Ikhfa. Al-Ikhfa, ahsant, ja. Ja, dat was het. Want de letter daarna is? Sin. En dat behoort tot lichaam. Dat behoort, ja. Dan valt niet onder idhar, valt niet onder al-idgham. En ook niet onder, wat was het nou? Al-qalb. Al-ikhfa. Dus al-ikhfa. Heel goed. Gaan we naar de volgende sura. Wil je weer... Nee, nu mag je gewoon... We hebben nu alles al gehad, die gaan we niet meer herhalen. Nu mag je gewoon normaal de volgende sura lezen. Op de voorkeursmethode van Wars. Weet je die nog? Wat is de voorkeurs... Zonder besmele. Ja, voorkeursmethode van Wars zonder besmele. Tussen de twee sora's, hè? Dus als je nu overgaat naar een andere sora, hoef je geen besmele te doen. Dat is de voorkeursmethode van Wars. Maar el besmele zelf is wel een sunnah. Dus als je dat graag wil doen, mag het. Maar het is niet de voorkeursmethode van Wars. Zo heeft hij het niet overgenomen, zeg maar, van zijn sheikh Nafi'. En zo heeft Nafi' het niet overgenomen van Abu Ja'far, Yazid ibn al-Qa'qa'. En hij heeft het ook niet zo overgenomen van het Sahaba, enzovoort. Snap je? Ja. Dus het mag allebei, maar we nemen nu gewoon de voorkeursmethode aan. Dus begin maar gewoon met de sura. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. ما شاء الله بارك الله فيك. نعم نياب دنكي كي هيفا تريخوس دي بدرات كنا هالة لا تبس اي فسام دور دي سورة هين فباي دي ايرست آية كي وات هبه بدار بدأ تري تنوين هيل خود اخلك دري مار يا اخلك دري مار ميت الدردة ستوبة فدس دورت خين تنوين مير باي لوما زه زخه اخلك دس خين لوما زاتين مار لوما زه يا كايكا ويل لك التنوين ذات اس الادغام يا ادغام فتفر بغير بيسورت بغير بغير غنه بغير غنه ياخد عندي تفيده اوك ويل لكل همزات لمزه ياخد انفارون بدون ادغام امت اللام دناكم يا است انا اللام از دس الحرف فور الادغام بدون غنه احسنت ياخد خام دورنا تفيده ايه ذن هاف اوكن تنوين عبد اللام يا لام فان الاضغام في الليتر انا دفورتس لام فان مالا تخ اوكي اللام فان مالا ده بس اوكي الاضغام يا ما دايز مثل الغنه دايز اس ما تغنى هي خوت يا امضتت الواو اس ما لو عدده ان فتفر غنه وكبير هو لونج دور دي غنه تيتال تيتال هاف اولتيت gehad dus niet te lang niet te kort ik heb dan wel een vraagje hoe zou je deze twee eieren samenlezen zonder stoppen. Kijk. Probeer het maar, geen probleem. Tenwin op de ta van Lumazatin en daarna komt een elif. Ja. Dus dat betekent el idhar, toch? Eigenlijk wel, maar wat voor elif is dit? Er is een, de komen we later zonder op. Hamza. Dit is een elif zonder hamza, zeg maar, dat noemen we hamza to wassel. El hamza to wassel, dan. Zeg maar, dat is geen echte hamza die je duidelijk moet uitspreken. Ja, net als bismillahirrahmani. Hoor je dat? Bismillahirrahmani. Zeg niet bismillahirrahmani. Dat zeg je niet. Ja, inderdaad. Dat is een soort van haruf shamsia. Bijvoorbeeld, ja. En hier ook. Dus hier, hoe zou je dat lezen, denk je? Wailun li kulli humazatin lumazatin illadhi jama'a mala. Ja, heel goed, heel goed. Dus je hebt eigenlijk die tanwin luma za tin ni. Ti ni ladhi. Snap je? Ja. Je hebt eigenlijk die tanwin een kasra gedaan onder de noon van de tanwin. De noon die je eigenlijk niet hoort. Sorry, ja. De noon die je eigenlijk niet schrijft, niet ziet. Alleen maar hoort. Wailun li kulli humazatin lumazatin illadhi. Snap je dat? Dat heb je heel goed gedaan. Barakallahu fik. En dan hebben we bij de derde aya. Hebben we een al-ghunna op de noon shadda van Anna. Ja, heel goed. Ghunna noon mushaddada. En dan de aya daarna. Hebben we een iqlab bij de noon van Layum Badanna. Ja, de eerste noon van Layum Badanna. Ja. Waarom een iqlab? Omdat de letter na de noon saakina is in de ba. Heel goed. En hoe zou je dat kunnen zien in een mushaf? Als jij leest en je weet niet wat, of je, hoe zie je dat? Er staat een kleine meme boven. Heel goed. En die meme, let op, er zijn twee soorten van een meme in de mushaf, die ze schrijven in het klein. Deze meme is een meme die ze zo naar beneden trekken. Ja? Soms zie je een meme die niet naar, soms zie je een meme die gewoon een lus heeft naar rechts of naar links. Snap je? Dat is een andere, dat is wat anders. Daar komen we inshallah ooit. Maar dat is heel wat anders. Inshallah. Dus een meme van een iqlab of een qalb is een meme die zo naar beneden wordt getrokken boven de noon. Niet op een andere letter. Als je die meme ziet staan bij een andere letter, mag je hem vergeten. Dat is geen meme voor iqlab. Maar hij moet altijd bij een noon staan. Of bij... alleen bij een noon. Ja, dan wordt die noon omgezet in een meme. Dus je spreekt dat uit als la yum badanna. Ja, en daarna... Ja. Noon mushadda. Noon mushaddada. Met een gunna, toch? Ja. Heel goed. Voor de rest, hebben we nog wat anders in deze sora? Ja, we hebben mim sakina. Waar? Alayhim. Alayhim, ja. Dat is idgham. Heel goed. Idgham, el-mim, fil-mim.
عليهم موصدة. إدغام بغنة أو بدون غنة؟ مثل غنة. مات غنة ناتورك. يا what is ميم في الميم؟ The fourth, the tweede ميم is an zit staat eigenlijk een shadda op, maar normaal gesproken hoort daar geen shadda op. Dus het woord موصدة is gewoon موصدة. Maar die shadda is erbij gezet. Heb jij daar een shadda trouwens in je mushaf? Ja. Ja, die shadda is erbij gezet voor el gunna. Vanwege el gunna en el idgham. Maar normaal, als je in het Arabisch dat woord schrijft, schrijf je geen shadda op de eerste letter. Ja? In het Arabisch bestaat er eigenlijk ook geen woord met een shadda in het begin. Bestaat niet. Je kan niet zeggen musada. Dat bestaat niet. Tenzij je leest, zoals hier in de Koran, innaha alayhim musada. Dan kan het wel. Daarom die shadda is geschreven puur voor de tajweed. Niet voor iets anders. Okay. Ja? Maar voor die alayhim musada hebben we innaha. Noon met shadda. Noon met twee tellen. Gunna ala noon met shadda. En dan hebben we nog één ding. En dat is? Tenween. Bij amadin. Bij amadin mumaddada. En je ziet hier ook eigenlijk musada heeft ook een tenween. Musadatun fi amadin. Ja, klopt. Wat doen we dan? Als we doorzetten. Even kijken. Yani fi halati al-wasl. In het Arabisch zeggen ze, fi halati al-wasl, kayfa tuqra? Ik heb geen idee. Probeer het, geen probleem. Kijk maar, het is een tenween. Musada. Volgende letter is een? Al-fa. Fa. Waar hoort al-fa bij? Staat die bij Yarmaloon? Is al-ikhfa. Ikhfa, heel goed. Dus, hoe lezen we dat? Tussen al-idhaar en al-idgham in. Wil je dat proberen? Want je hebt het al eerder gedaan, dus je kan het wel. Innaha alayhim musadatun fi amadin mumaddada. Al-ikhfa heeft dan wel een kleine gunna van twee tellen. Oké. Okay. Dus net als alle andere noon mushaddada. Innaha alayhim musadatun fi amadin. Snap je? Oké. Okay. Dus dat is dan ook een ikhfa met een gunna van twee tellen. Fi amadin mumaddada. Daar zei je al tegen mij dat het een idgham bi gunna is. Amadin mumaddada. Toch? Nou, en dan zien we nog aan het einde van mumaddadah, bij de ta, het ta marbota, taht het ta marbota, hunaka mim sagira. Waarom? Weet jij dat misschien? Heb je dat daar in je mushaf? Nee. Oh, je hebt het niet. In de mushaf die ik hier heb wel. Die misschien mee. Oh ja, ik zie het. Ja. Nou, het is niet heel belangrijk, zeg maar, in de zin van dat het echt, dat je zegt, oh, er is iets verkeerds aan de Koran. Nee, dat is het niet. Dat je hem wel hebt of niet hebt. Dat is puur, zoals ik al eerder zei, voor de tajweed-regels. Maar je kan al een beetje raden waarom die meme daar staat. Als je een beetje nadenkt. Weet je dat misschien? Omdat van de Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, is een baas, een iqlab. Dus heel goed, ja. Dus de tenween, en dan komt de ba, dus moet een iqlab zijn. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, mumaddadatim bismi. Maar bij jou, in jouw mushaf staat er geen meme, omdat dan al-basmala niet wordt gezien als de standaard. Ze nemen daar... Omdat Morocco deze mushaf. Dus daar wordt de voorkeursmethode van Warsh genomen. Terwijl in deze mushaf die ik hier heb, is ook van Warsh, maar daar wordt rekening gehouden met al-basmala. Nou. Snap je? Het is niet, ook voor degene die aan het luisteren is of wat dan ook, het is niet een noodzakelijke teken. Het zijn allemaal tekenen die helpen voor het tajweed. Dus die meme hoeven ze niet per se te schrijven. Ze hebben dat geschreven voor degene die zich houden aan al-basmala. Dan zou je zeggen, mumaddadatim bismi. Maar als je doorgaat naar alam tara kayfa fa'ala rabbuk, dan heb je geen iqlab. En dan heb je juist idhar. Mumaddadatin alam. Snap je? Dus al-hamza daarna, al-halq. Snap je? Ja. Dus... Bij mij staat er ook bij de alif van alam tara. Staat er ook geen hamza. Oké, omdat je dan, heel goed, je doet dan eigenlijk voor Warsh een nakkel. Mumaddadatin alam. Mumaddadatin alam tara. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Ik heb het even verkeerd gelezen. Maar dat klopt. Dus daar hebben ze al bij in jouw mushaf rekening mee gehouden voor al-wasl zonder basmala. Snap je? En in deze mushaf niet. In deze mushaf wordt, misschien is deze in het oosten gedrukt, dus Midden-Oosten. Terwijl jouw mushaf misschien gedrukt is in Marokko. En daarom wordt er... Die verschillen zijn niet erg en zijn allemaal correct.
Ja, de tekst die geopenbaard is door Allah subhanahu wa ta'ala zijn de letters op zich. En alles wat rondom de letters staat, boven de letters, onder de letters, tekentjes, harakaat, wat niet verbonden is aan de letters, dat is allemaal toevoegingen van de mensen om het lezen makkelijker te maken. Niks anders. Ja? Dus de openbaringen zijn echt de letters die Allah subhanahu wa ta'ala dus in de ayas heeft, die we reciteren in de ayas. Dan gaan we nog alleen soort al-fil doen. En dan gaan we, sluiten we hierbij af. Bismillah. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا أخو تبارك الله فيك. Je, mag ik jou vragen wat je bij Alam, meme van Alam, Alam Tara, ja. Wat doen we daar? Izhaar. Izhaar, heel goed. Er is helemaal geen shadda, het is meme sakina, maar izhaar. Snap je? Ja. Het is een meme sakina, er is geen huruf al-idgham daarna, geen andere meme. Geen, er valt niks te doen behalve al-idhaar, heel goed. Oké. Dan gaan we naar Alam Yaj'al, zelfde. Alam daar ook. Alam Yaj'al, idhar. En dan hebben we Kaidahum. Wat doe je bij Kaidahum? De meme van Kaidahum. Ook idhar. Heel goed. Kaidahum fi. En het is heel belangrijk, want vaak als een meme samenkomt met de fa, dan zijn er soms die het kwijtraken. Die raken de meme kwijt bij de fa. Die zeggen, kaidahum fi. En dan vallen ze heel snel naar al-fa. Omdat ze allebei hieruit komen. Maar daarom, imam Ibn al-Jazari zegt ook, pas op, ik ben even het Arabisch vergeten, maar in het Nederlands vertaald, vrij vertaald, pas op voor al-mim, dat je hem kwijtraakt bij al-fa. Ja? Wahdar, ja, nu weet ik het weer. Wahdar, lada wawin wafa en tachtafi. Pas op dat je hem bij al-wa en fa kwijtraakt. Dus dat je zegt, kaidahum fi tadlil. Nee. Kaidahum fi. Kaidahum fi. Ze komen allebei uit je lippen. Zijn heel dicht bij elkaar, maar toch moet je ze allebei duidelijk maken. Kaidahum fi. En bij tadlil, let op dat je abdad geen qalqala doet. Hè? Maak hem niet dubbel. Tadlil. Nee. Zeg fi tadlil. Ja? Ik hoorde bij jou, denk ik, dat het bijna dubbel. Ja, dat is. Arsala alayhim. Hier alayhim. Meme van alayhim. Ook. Idhar, tayran ababil, termihim. Oké, de meme van termihim, de laatste meme. Wat heb je daar? Wat doe je daar? Ikhfa. Ikhfa, termihim bi hijara. Heel goed, omdat de letter daarna een ba is. Heel goed. En dan heb je min. En dit is zo'n klein woord, met twee letters, en toch hebben we beide letters iets te doen. Nou. Sowieso die tenwin van ta, bij de hijjara team, is l'idgham. Ja, door de min. Met gunna. Heel goed, ja. L'idgham bij gunna. En dan de noon van min? De noon van... wacht even voor. Wacht eventjes. Bij de noon... Even kijken. Subhanallah. Ik ben het eventjes kwijt. Nee, geen probleem. Kijk, nee, je ziet daar een noon. Je ziet daar een noon met wat voor harak de noon. Dat is l'ikhfa. Heel goed. Ja, er staat niks op. Het is dan, als er niks op een noon staat, dan is het of idgham of ikhfa. Eén van de twee. Ja. Nou, in dit geval is het ikhfa. Heel goed. Waarom? De sin daarna is niet van huruf al-idgham, dus dan blijft er alleen ikhfa over. Ook niet van huruf al-iqlab, al-ba, dus. Er is geen kleine meme boven de noon, dus er blijft alleen ikhfa over. Ja. Dus als je die regels kent en ook weet hoe de Koran geschreven wordt, dat je makkelijk ook... alleen maar door te kijken naar hoe je het schrijft, kun je misschien weten wat voor regel het is. Mashallah. Ja. En dan, faja'alahum, meme van faja'alahum, hetzelfde als al die anderen. Ja. Er is een ka daarna, dus dat is idhar van een meme. Dat zie je ook aan een sukoon die op een meme staat. Die sukoon die lijkt op een soort ha, die sukoon die zo een beetje zo is, die lijkt op een ha, dat is een sukoon van idhar. Sukoon van dat je de letter duidelijk moet maken. En dan de laatste, asfin, ka asfin ma'kul, ka asfin ma'kul.
Wat doen we daar? Tenwin, kasfin, al-idgham. Ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Nou, dat was de oefening voor vandaag. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.